Ja, dan ben ik, ja. U zit in de strijdbare buurtbewoners? Wat? Ja, van de Bond van Huurders en Woningzoekenden. Daar ben ik een van de leden van. En wij strijden voornamelijk hier in deze wijk van Korvel voor riolering, aansluiting op de riolering. En ook voor een doortrek aan de wc en een douchesal, wat wel niet in de bouwverordening staat, maar dat willen wij toch wel degelijk hebben. Zorgt de gemeente daar niet voor? Dat lijkt me toch vrij reëel eigenlijk. Nou, de gemeente die moet er wel voor zorgen. En ze hebben nou ook via onze acties die wij gevoerd hebben, hebben ze de huisbaas ook verplicht om de riolering aan te sluiten en een doortrek aan de wc te maken. Dat hebben ze ook binnen 6 weken moeten ze zoiets doen, anders doet de gemeente dat op kosten van de huisbaas. Ja, ik heb dus verschillende klachten. Tenminste, een ervan is dus dat ik een flink lek in die keuken heb. En het meeste buitje dus, wat er valt, nou ja, daar valt dus een gedeelte van in die bak. Dus heb ik dus boven ook nog een lek, waar dus ook al die constant een bak onder staat. Dus met een dweiler in, want regent het 's nachts, dan hoor je steeds tegen tik in die bak. Nou ja, dan ben je wakker. Maar waarom wilt u niet een beeld? Nou ja, ik woon hier dus in deze straat. Daar woon ik dus wat graag en ik heb hier dus best aard. En ik woon dus liever in een gewoon woonhuis dan op een flat. Zou je nou aan een flat gaan als het overzien wordt? Nou ja, dat weet ik niet. Ik hoop van niet. Deze straat doet niet mee, want de huiseigenaar die heeft ze gedreigd. Als ze mee zouden doen met onze acties, dan zouden ze het huis uitgezet worden. Maar de meesten die zijn echt wel bang. Die durven gewoon geen krant van ons te kopen, want wij geven maandelijks een krant uit. En die durven ze niet te kopen. Ja, maar je kunt op zo'n hele straat niet uit hun huis zetten. Nee, dat gaat niet. Maar die mensen die denken, die zijn gewoon bang van die huiseigenaar. Die huiseigenaar, dat is hè, gewoon, daar kijken ze tegenop. Dat is iemand die huis heeft, daar moeten ze tegenop kijken. En dan zijn ze bang voor. Dat is allemaal ja meneer, nee meneer. Hè, want als we voor, zo bang zijn ze voor dat ze zelfs een knieval voor doen. Hè, om te bidden en te smeken dat ze toch maar in hun huizen mogen is dat blijven. Is een beetje typerend voor Tilburg? Ja, dat is echt wel typerend voor Tilburg. Vindt u dat er genoeg gebeurt in Tilburg? Nee meneer, als u nou het woordje genoeg, nee. Maar dat kan ook nog niet. Tilburg is helemaal in opbouw en dus ook die sociale sector, die moet gelijke tred houden. En dat gebeurt niet altijd precies, want men kan zijn geld maar 1 keer uitgeven, ook een gemeentebestuur. Dus dan moeten de urgenties, die moeten dikwijls goed bekeken worden. Ja, dan komt het sociale werk soms wel eens een beetje bekaaid aan te trekken. Het is natuurlijk maar de vraag wat werkelijk urgent is en wie dat vindt. Inderdaad, wij als sociale werkers in het veld vinden onze taak natuurlijk erg voornaam. En een bestuur van de stad vindt natuurlijk de huizenbouw en de wegenbouw en de alle mogelijke andere dingen veel voornamer. Het gaat natuurlijk toch een hoop mensen onderdoor. Als je zo redeneert. Als je dat erg doordrijft, maar daar proberen wij dan toch wel de gulden middenweg in te laten bewandelen. Misschien mag ik het niet zeggen hoor, maar ik vind ook dat u wel een beetje makkelijk praten heeft met zo'n huis. Ja, vindt u dat nou? Ik kan me begrijpen dat u het zegt, maar kan men nou niet uit herinneringen en uit ideële instelling een mooi oud bezit met een prachtige inboedel inderdaad in stand houden en toch sober leven? Vind je dat belangrijk, sober leven? Ja, dat vind ik wel. Want als je niet sober leeft, dan werk je niet. Ja. Hoe gaat het hier? Je hebt de krullen weer in je haar, je hè? Moet een beetje bij en bij blijven. Ja, bij natuurlijk. Je ja, dat moet. Zo oud ben je toch nog niet? Nou, toch 60. Ja, het is de moeite waard. Ja, nou. Dan kom je kijken, zeg je. Maar dan hoef je toch niet verwaarloosd te lopen? Nee, natuurlijk niet. Dat verwacht ik ook niet. Om en om moet het blijven, hè? Wat zeg je er nou van? Dat hoeft te veel. Dat zie ik wel dat jij eigenlijk niet verwaarloosd. Maar je moet niet zoveel sigaretten roken. Oh, dat kan niet waar. Ja, ja, ja. Blijf zitten, hè? Blijf zitten dan. Gaat het goed? Ja. Hoeveel heb je dan? 2. Een tweeling. Oh, 2. Oh, dat is een tweeling. Ik heb een geurtje gekregen. Ja? Ja. Waar is de man bij jou komen zitten dan? Heeft de wijkzuster van dit hele kruis goed gedaan? Ja, daar is men wel over tevreden. Wat was het dan? Nou, het is net een paar keer. Ja.
Ja. Allee, dat je dat. Men betrachtte toch wel dan de wetenschap die we hier weer hebben opgedaan in onze eigen indruk, daar dan weer naar voren te brengen. En de goede en ook vooral de verkeerde dingen weer eens op tafel te leggen. Maar wat mij verbaast, als ik dat even zeggen mag, dat is, wij zien nooit of te nimmer iets van die begeleidingscommissie. Nooit of te nimmer. Het is zo makkelijk om te zeggen van, nou ja, ik wil die mensen iets verwijten, maar... Als er hier een binnenkomt, niet één die ik ervan zou kennen. Meneer Engeling heb ik ooit één keer gesproken. En ja, met wat moeilijkheden hier op het kamp gekomen. Ik weet niet wat voor narigheid met een of andere bewoner. Misschien omdat hij iets ontactisch gezegd heeft. Misschien ook omdat die bewoner slechte zin had, dat weet ik niet. Maar de goede man is gewoon terug geweest. Een keertje een onderhoud gehad. Oh, dat doen we binnenkort nog eens. Zo gaat het altijd. Dat doen we binnenkort nog eens. Maar het gebeurt nooit meer. En ik heb de hoop wat dat betreft al opgegeven. En irriteert u dat? Ja. Dat irriteert natuurlijk enorm. En je hoort dan en je leest dus wat. En de begeleidingscommissie heeft beslist dat. De gemeenteraad beslist over zus en zo. Maar natuurlijk, die school, dat is een apart iets. En dat is nogmaals, daar zitten anderen weer voor. Men is voorzichtig op datgene wat... Waar men elkaar gewoon niet kan vertellen waar men het verkeer doet. En die ander zegt, ja maar ik zit in de school, praat jullie maar, nog niet over de school. Die man komt. Ik mag ook eerlijk wel eens even iets zeggen. Waarom laat u dan zelf die stem nooit? Die ene vergadering dat wij die stem hebben laten horen jaren geleden, werd er wij bijna van brutaal uitgemaakt. Dat je dat allemaal durfde te zeggen. Dat is toch ongelooflijk? En dan zeg ik dit van mijn kant, het is jammer dat die mensen niet bezorgd worden, dan zou je inderdaad die brieven schrijven. Maar ja, alles wat ze doen is meegenomen. Want ze worden er niet voor betaald, die kunnen er nog niks van zeggen ook. Ja, het ene, dat ben ik helemaal gegeven. Ja, ik vind ook, men moest niet in die commissies moeten gaan zitten. Als je er toch geen tijd voor hebt, moet je dat natuurlijk niet doen. Ja. Alleen met kerstmis. Met kerstmis, dat vind ik altijd wel. Dan in de nacht missen, dan komt men zijn sociale behoeften bevredigen. Dat is altijd wel schitterend. Dan komen ze bij het kaarsje, met kribje, met kerstmannetje. Ik ben een beetje verbindend. Op die mensen. Ja, dat mag wel. Op dit werk niet hoor. Als u dat maar niet veronderstelt, doe ik graag. Nee, maar dat veronderstel ik toch niet. En ik probeer het goed te doen. Maar wel in zijn algemeen. Ja, ik ben u blij dat u de slucht kunt. Oh, ik vind het mooi dat ik het een keer zeg. En als u dat begrepen hebt, dan ben ik wel erg tevreden. Meneer, ja. Als u praat over het sociale werk, dan hoor ik een soort maar in uw antwoord. Het is mogelijk dat u dat hoort, maar dat is dan toch wat mij betreft nauwelijks bewust uitgekomen. Met het maar bedoelt u dat u dat niet zo hoog zou achten? Integendeel, ik geloof dat het sociale werk, wederom gebaseerd op de stelling van... mogelijk maken dat een ieder zijn geluk zelf nastreeft, zelf vindt en zijn eigen geluk vindt, waardeer ik bijzonder hoog. Wanneer u zegt sociale werk is, gaat ervan uit dat iedereen gelukkig moet zijn. Bij wijze van spreken, wees gelukkig of ik schiet. Dan geloof ik daar niet in. Nee. Gezelligheid kent geen tijd. Geen tijd? Het is opvallend hoeveel gouden lozies er in Tilburg zijn uitgereikt voor 40, 50 jaar werken in hetzelfde bedrijf. Hetzelfde bedrijf is er niet meer waar het vroeger was. Hoeveel mensen kent die nou bij de vernaam? Kees, jouw directeur had vroeger 50 man in dienst en nu zijn het er 500. Moet je al die mensen bij de voornaam noemen? Jan! Er zijn wel 20 Jannen. Tilburg is vlug gegroeid. Het is een grote stad geworden. Zal de eenling niet verloren lopen in de massa? Nee en nog eens nee.
als we het goede in het oude maar bewaren. Ons leven heeft een achtergrond. Zo kan het moderne worden opgevangen in het kader van tradities die al eeuwenlang bestaan. U hebt een bijnaam in Tilburg, hè? Ja, die heb ik, dat is echt had ik. Ik geloof niet dat hij nog zo erg in zwang is op het ogenblik. Het was inderdaad van Sloper. Kees de Sloper was het. Dat was mijn de complete bijnaam, ja, inderdaad. Het, is, het ziet er hier ook een, op het ogenblik een beetje mistroostig uit. Ja, dat nog wel, maar dat is bijna altijd zo. Wanneer een schilderij nog niet klaar is, dan krijg je er nog maar een oppervlakkige indruk van. Maar dit wordt het, de nieuwe markt, het nieuwe hart van de stad. Samen met de Heuvelstraat en met de Schouwburgring. En dus, wat ik u zo even ook zei, dat gedeelte van de stad waarmee de burger zich kan identificeren, waarin hij zich Tilburger voelt en moet voelen, en stadsgewest bewoner uitbreidt. Er wordt u nogal eens verweten dat u een hoop projecten doet uit een soort prestige kwestie. Ja, dat heb ik ook wel eens gehoord, maar wat is dan prestige? Dan suggereert men min of meer dat je doet voor de eigen eer en glorie. Maar dat is onzin natuurlijk, want je doet het omdat je, het is je job, je wordt er, je bent er opgezet op deze taak en je moet die volbrengen. En prestige, dan denk je dat je nog carrière moet maken of minister moet worden of wat dan ook. Je voert allerlei acties, hè? Tegen wie ageer je eigenlijk? Ja, tegen een structuur, maar als je vraagt tegen wie, dan wordt het hier in Tilburg nogal duidelijk gepersonifieerd in een figuur van Becht. Een burgemeester die een bijzonder autoritaire indruk maakt, die ook naar mijn gevoel geen enkele kaas gegeten heeft van wat het woord democratie wil zeggen. Is het niet fout om juist tegen een persoon te ageren? Nou, op een gegeven moment wordt het nodig omdat bepaalde personen bepaalde rollen vervullen. En dan ageer je in feite niet tegen die mensen, maar dan ageer je wel tegen de rol waarin die mensen zitten. Als Becht voor mijn part straatveger of boekhouder of wat dan ook zou zijn geweest, dan had ik helemaal geen moeite gehad met zijn karakterstructuur. Maar op het moment dat hij als burgemeester gaat fungeren in een grote stad, ook in een kleine stad, worden er andere eisen aan zijn positie, aan zijn rol gesteld. En dan ga je op een gegeven moment zien dat er de verkeerde vent op de verkeerde plaats zit. Je kunt natuurlijk wel zeggen, wat doet u voor de jeugd? En dan zou je natuurlijk om kunnen draaien om Kennedy te parafraseren, wat doet de jeugd voor de stad? Maar misschien komt de jeugd met een aantal nieuwe alternatieven die u niet wilt zien. Heel graag. Heel graag. Dat heb ik zo even ook gezegd. Als men zegt dit niet, wat dan wel? En laat dat dan van beide zijden kritisch bekeken worden. En laat het doorgepraat worden. Maar kom met iets.